tuin is bevroren. Dat is lekker. Upgrade gekregen naar suite. Het heeft heel pijn. Ik heb zo dramatisch geslapen de laatste tijd. Ik voel me helemaal gelukkig. Emotionele hormonale dag vandaag. Morning. Het is woensdag. Ik dacht dat ik best goed geslapen had, maar ik ben zo sleepy. Ik moet zo naar de fysio, maar ik heb echt een kop koffie nodig. Oei, oei, oei. Komt ie, Renzi. Americano. Ik zo moe van ben. Want ik heb zo dramatisch geslapen de laatste tijd. Maar eigenlijk had ik vannacht best een goede nacht gehad. Misschien ben ik daar wel moe van. Soms heb ik het idee dat als je een langere tijd slecht slaapt en je slaapt dan één nacht goed, dat je dan zelfs nog vermoeider bent, omdat je lichaam denkt van wow, dit zijn we niet meer gewend. Ik vind dat hele glucose ding, zwangerschapsdiabetes, nog steeds zo interessant. Hier zit dus wel bijvoorbeeld suiker in deze soja yoghurt, maar het is echt minimaal. Dit kan ik dus heel goed hebben blijkbaar. Maar wij waren friet gaan eten. En ik had ook wat snacks gegeten. Friet en een paar snacks. Nou, mijn lichaam wist echt niet hoe die daarmee om moest gaan. Ik dacht, ik ga dat gewoon eens even testen. Hoe dat nu dan werkt met die diabetes. Hey. Die piek was nog niet eens zo hoog in mijn glucose. Maar het duurde zo lang om dat af te breken. Niet normaal. En er zijn wel soort van trucjes. Appelazijn drinken. Even gaan wandelen. Maar nou, dat was echt zo'n bizar verschil wat ik daar zag. Dus toen dacht ik, oké, zolang ik zwanger ben, geen frietjes meer voor mij. Dan kan ik blijkbaar nog beter een bord pasta met groente eten. Want dat was wel echt de heftigste reactie die ik heb gehad tot nu toe. Zo. Bordje yoghurt met een beetje fruit. Muesli. Ik ga dus zo naar de fysio. Ik heb een deadline vandaag. En dan wil ik hier een beetje opruimen. Want vanmiddag gaan Mert en ik naar Amsterdam. Mijn schoonmoeder komt oppassen vanavond op Zeki. Want wij gaan naar een event van Samsung. Het jaarlijkse event waarbij ze al hun nieuwe lanceringen aankondigen. Dus ik ben benieuwd. Ik weet nog niks. Eerst even wakker worden. Poeh. Best heftig. Het deed veel pijn. Ze masseert me altijd. Daarna is het altijd beter. Maar het was duidelijk nodig, want het zat zo vast. Wij zijn de afgelopen weken hier thuis zoveel verkouden geweest. En ik ben dat helemaal niet gewend. Want tuurlijk ben ik wel eens verkouden. Maar door de zwangerschap kan je dat dus erger hebben. Ik heb het gevoel dat ik vanaf het moment dat ik zwanger ben, dat ik nasaler ben gaan praten. Die slijmvliezen die zwellen op. En normaal heb ik dat dus helemaal niet zo vaak. En ik vond het verschrikkelijk. Ik ben nu ook nog verkouden. Ik kan gelukkig wel weer ruiken. Maar niet ruiken vond ik zo erg. Ik kon geen lekker eten ruiken. Maar ik kon ook niet ruiken hoe ik zelf rook. Terwijl ik juist zo'n liefhebber ben van parfum. Dus dat vond ik erg jammer. Maar inmiddels doet mijn neus het weer. Dus kan ik er weer van genieten. En dat brengt me tot de sponsor van de vlog van vandaag. Dat is Parfumado. Daar heb je me al vaker over horen praten als je me langer volgt. Parfumado is namelijk een abonnementservice waarbij je elke maand een klein formaat parfummetje thuis krijgt gestuurd. Het is een klein formaat, maar die flacon gaat sowieso 30 dagen mee. Ervan uitgaande dat je ongeveer 4 keer per dag spreekt. En waarom ik dit nou zo'n chill concept vind, is omdat je op deze manier veel meer kan ontdekken, uitproberen en erachter komen welke soort geur nou het beste bij je past. Ik vond dat voorheen best wel moeilijk. Ik bleef heel erg hangen bij dezelfde soort geuren. Ik vind een volledige flacon parfum kopen ook best wel een hele uitgave. Zeker met hoe veranderlijk ik ben. Ik hou bij elk seizoen weer van iets anders. En je weet vaak ook pas na een paar keer dragen hoe zo'n parfum echt op jouw huid ruikt. Want dat is zo persoonlijk. Ook heb ik heel veel nieuws ontdekt. En wat ik zei, ik bleef voorheen altijd heel erg hangen in dezelfde dingen. Altijd dingen met musk. Altijd omschrijvingen als warm en kruidig. Daar week ik niet vanaf. Maar inmiddels, doordat ik zoveel heb kunnen proberen, weet ik dat ik heel erg hou van oriëntaalse parfums en aquatische parfums. Dat waren termen die ik niet eens kende hiervoor. En voor €14,95 per maand krijg je dus een parfum naar keuze opgestuurd. Of je laat je verrassen, dat kan ook. Maar ze hebben een enorm aanbod. Echt hele bekende merken zoals Versace en Rituals. Maar ook meer kleinere niche merken. En daar ontdek ik echt de allerleukste en meest avontuurlijke geuren tussen. En ik heb er zoals altijd weer 3 die ik eventjes met jullie door ga nemen. Dit zijn een beetje van dit seizoen mijn favorieten. En om te beginnen is dit WD-18 van A.N. Udder.
Het zijn altijd hele gekke namen bij dit merk. Maar dit is een houtachtig unisex parfum. Best wel heel lekker kruidig, maar met een zoete kern van peer. En deze is echt perfect warm voor de winter. Ik heb deze vandaag op. Echt een hele comfortabele, knusse geur. Super lekker. Deze heb ik het meeste gedragen afgelopen maand. Dan hebben we hier. Dit is een bijzondere. Dit is Libertine van Contradictions in Ilk. Dit merk doet iets leuks, want bij elk parfum zit er een heel geurverhaal aan verbonden. Dus dit gaat bijvoorbeeld over een hele sensuele avond in Venetië. Maar ik snap het, want ik ruik het ook echt als je dat verhaaltje er zo bij leest. Dit is echt een heel sexy en zwoel parfum. Dit is, voor mij is dit date night parfum. Opent heel citrusachtig. Er zit oranjebloesem en roos zit erin. Maar later wordt die super kruidig door amber, safraan. Dan hebben we tot slot White Castitas van Memoise of Memoise London. En deze is wat frisser dan de vorige twee. Misschien ook ietsje toegankelijker. En ook wat meer richting de lente dan echt de winter. Hij opent vrij fris en scherp. Door de citrus en bloemige tonen. En dan wordt hij steeds wat warmer. In de kern zitten noten zoals sandelhout, patchouli en vanille. En deze zijn trouwens alle drie unisex. Blijkbaar is dat mijn smaak. Ik ga bijna altijd voor unisex geuren. Mocht je nou benieuwd zijn geworden met mijn kortingscode die nu in beeld staat, krijg je 50% korting op je allereerste maand bij Parfumado. Dus dat is leuk als je het wil uitproberen. En het is een flexibel abonnement, dus je kan hem altijd pauzeren of stopzetten. En ik ben fan. Ik wilde er bijna eentje opspuiten, maar ik heb er al eentje op vandaag. Zo lekker. En zo blij dat ik weer kan ruiken. Het is vandaag vrijdag en wij zijn aangekomen in Gent. We zijn in ons hotel, Pillows zitten we. En ze wisten blijkbaar dat we kwamen, want er ligt een klein cadeautje op de kamer. En we hebben ook een upgrade gekregen naar een suite. Echt zo mooi. Kijk, speentje. Sokjes, zo lief. Een nijntje daar. Oh ja, en op het bed een nijntje. Nou, dit is echt super mooi zeg. Dus we hebben een aparte slaapkamer. En dan hier een woonkamerachtig gedeelte. Ik zal morgen wel even het uitzicht laten zien. Maar daar zie je nu weinig van. Donker koffiehoekje. Badkamer. Superleuk. Oh, kijk eens wat hier ligt. Het zijn allemaal verrassingjes overal, Mert. Het ruikt hier zo lekker, hè? Ja, ruikt echt lekker. En hier zit de toilet. Is een enorme kamer voor de koffers. En garderobe en zo. Hebben we een balkon? Ja. Niet. Ik wel hier. Super grote garderobe. Nou, dit is echt super mooi. Hier gewoon een balkon. Oh ja. Nou ja, we kunnen dit morgen natuurlijk iets beter laten zien. Maar echt prachtig. Zo stijlvol. Het gebouw is ook heel mooi. We zijn dus al een paar uurtjes in Gent. Maar we zijn eerst gaan eten. We hebben ingecheckt, koffers achtergelaten. En toen zijn we gaan eten. We zijn gaan eten bij Steamy Windows. Een dumpling restaurant. Waar het eten echt allemaal zo lekker was. Mocht je er ooit zijn, zou ik je heel erg aanraden om de soep te nemen. Met vegan dumplings erin. Wel een beetje pittig, maar grote, grote aanrader. En we zijn hier twee nachtjes. Dus we gaan morgen gaan we overdag lekker een beetje Gent verkennen. We zijn hier nog nooit geweest in de stad. Dit is soort van onze baby moon. Dus we zijn lekker met z'n tweetjes. En baby in de buik natuurlijk. Maar zeker eens logeren. En ik denk dat het helemaal goed komt hier. Moeten we nog naar de spa? Hoe lang hebben we nog? Hoe laat? Nu 9 uur. Oh ja. Ik kan het ook morgen doen. Zou dat doen? Ja, is misschien beter. Ja, anders haasten. Er is dus ook een spa, klein zwembad en een sauna. Oei, ik voel me helemaal gelukzalig. Thank you.
Oh nee. Heerlijk ontbeten. Het was echt een super mooi buffet. En alles hier is zo mooi. Dus ik ben ook de hele tijd aan het genieten van gewoon de ruimte waar ik in zit. Die ontbijtzaal. Zo chic allemaal. Ik kan er echt... Ik word daar helemaal gelukkig van als ik daar dan zit. En ik merk wel dat ik zeker een beetje mis. Maar het is ook echt wel heel erg lekker om even met z'n tweetjes. Helemaal niet... Weet je wat het is als je een kind hebt? Je staat gewoon heel erg aan de hele tijd. Je hebt de hele tijd nog iemand wiens gevoelens en impulsen je soort van moet managen. En het is ontzettend leuk om met hem naar dingen te gaan. Maar om eventjes met z'n tweeën te zijn, is toch ook wel heel lekker rustig. Dus dit is goed. En ook fijn dat we twee nachten hebben, want dan hebben we nog vandaag de hele dag, morgenochtend. Nu zagen we dat het heel rustig is in het zwembad. Ze hebben een klein zwembadje, een spa, een sauna. Ik heb wel mijn hele make-up en mijn haar gedaan. Maar ik heb eigenlijk ook wel zo na dat ontbijt heel veel zin om te zwemmen. Dus we dachten van, dan gaan we eventjes daar naartoe. En dan daarna de stad in. Om waarschijnlijk een stukje te lopen en dan weer te eindigen bij een koffietentje. Want mijn bekkeninstabiliteit is nu wel echt... Ik ben 34 weken vandaag. Mijn bekkeninstabiliteit is wel echt weer heel erg zwaar aanwezig. Dus ik merk het zelfs eigenlijk... Al vanaf dat ik opsta, dat ik dit kleine stukje loop naar de ontbijtzaal. Ik voel dat gewoon best wel heel flink. In mijn heupen, in mijn liezen. Dus dat maakt wandelen door de stad wel wat minder handig. Want ik kan dat gewoon niet zo lang meer zonder dat ik heel veel pijn krijg. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. En we zitten wel met het hotel echt best wel dicht bij het centrum, gelukkig. Dus er is ook nog wel een tram. Maar ik denk voor wat mooie bezienswaardigheden dat we best wel heel goed gewoon lekker... Het centrum in kunnen lopen. Dat we niet al te ver hoeven. En ja, dus dat is het plan. Ik zei het net al, ik voel me helemaal gelukkig. Helemaal blij hier. Wauw. We lopen nu zo voor het eerst in daglicht zo het centrum in hier. En het is zo mooi. Het is net alsof je op Hogwarts afloopt. Het is wel echt ijskoud. Het is onder de 0 graden. De ijzige wind in ons gezicht, maar het is zo mooi. Valt best mee. Ik ben nu gewoon voor de vlog. Maar het is echt prachtig overal waar je kijkt. Is het mooi en zie je mooie details. Oh, hier had ik al van gehoord. Vera heeft deze ook een keertje geproefd van Have a Roll, de cinnamon rolls. We hebben er eentje met appel, eentje met cookie dough. Door Gent gewandeld, heel veel mooie dingen gezien, leuke plekjes, nog lekker ramennoedels gegeten en die cinnamon rolls waren trouwens ook heel nice. En toen hebben we even een uurtje gechilled hier op de hotelkamer, Mert heeft een powernap gedaan. En we moeten zo vertrekken, want we hebben gereserveerd bij een Libanees restaurant, Yalla Yalla heet het, waar ze allemaal lekkere mezen hebben. Dus daar heb ik zin in. We gaan van eetplek naar eetplek en... That's just the way I like it. Zoals je misschien merkt, ik laat dit weekend mijn dieet vanwege de zwangerschapsdiabetes ietsje losser. Ik hou wel mijn suikers bij, maar tot nu toe gaat het allemaal best wel heel goed. Maar ik dacht, dit weekend mag ik het even wat meer loslaten. En ik ben wel aan het genieten, moet ik zeggen. Dus
we gaan er nu weer op uit. Het is heel erg koud buiten. Het was overdag ook echt zo koud. Volgens mij was het -2. Dan die ijzige wind in je gezicht. Dat was wel pittig. Maar we gingen gewoon de hele tijd winkel in, stukje lopen. Dan weer winkel in, stukje lopen. En dan is het wel te doen. Oh jongens, we hebben heel lekker gegeten bij dat restaurant. We dachten eerst van misschien nog even wat drinken ergens in het centrum, maar we wisten het niet zo goed en het is zo koud. Dus we hebben lekker iets gedronken in de bar van het hotel, wat ook echt een super fijne, gezellige plek is. En nu zijn we op de kamer. Het is 8:30. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb mijn haar omhoog. Ik ga mijn pyjama aantrekken en dan kom ik dit bed niet meer uit. Op deze termijn nog naar zo'n stad. Ik vind het echt hartstikke leuk, maar ik merk wel dat het echt heftig is voor mijn lichaam. Gewoon door die bekkenpijn. Hij straalt heel erg uit ook. Naar mijn rug, naar mijn liezen. Ik ben echt enorm aan het waggelen. Ik krijg de hele tijd harde buiken. Dus we hadden denk ik niet later nog moeten doen dit tripje. Want ik merk gewoon dat mijn lichaam er aan toe is om in rustmodus te gaan. Maar wel echt weer een lekker dagje gehad. Morgen gaan we weer naar huis. We hoeven pas om 12:00 uit te checken, wat echt heerlijk is. Dus we kunnen, nou, ik weet niet of het me lukt om uit te slapen. Vanmorgen lukte het me niet. Maar we kunnen in ieder geval gewoon lekker rustig aandoen. Uitgebreid ontbijten. Opruimen. En lekker naar huis. Lekker terug naar Zeki. Ik krijg af en toe, hij logeert bij mijn schoonmoeder. En ik krijg af en toe zo foto's en filmpjes. En dan zit ik echt te smelten. Ik mis hem zo, maar hij heeft het heel erg naar zijn zin, dus dat is heel fijn. Ik hoop dat ik lekker ga slapen vannacht. Ik had deze nacht best lekker geslapen, alleen meestal, sinds ik in het derde trimester zit, word ik vanaf 1:00 of 4:00 steeds om het 3:30 wakker. Dus zeg maar de tweede helft van de nacht slaap ik dan heel onrustig. Dus ik hoop, omdat ik zoveel heb gelopen vandaag, dat het vannacht nog ietsje beter gaat, dat ik iets meer in een soort van coma lig. Ik ben erg aan het genieten. Nou, we zijn gisteren thuisgekomen. Zeekje opgehaald, lekker naar huis. En nu heb ik aan huil gezegd, want ik ben ook de hele tijd aan het janken. Ik heb echt een super emotionele hormonale dag vandaag. En ik dacht, ik doe het gewoon lekker in de vlog. Super real. Het zijn geen tranen van verdriet of wat dan ook. Het is echt van hormonale shit en vermoeidheid. En ik wil zoveel doen in het huis. En er is nog best wel veel voor mijn gevoel. Ik heb totaal geen overzicht van wat ik wil doen, van wat ik moet doen. Mert is hartstikke hard bezig met allemaal nieuwe kasten in elkaar zetten. En we zijn hier waarschijnlijk veel te laat ook mee begonnen. Want ik ben 34 weken zwanger, nog 6 weken tot mijn uitgerekende datum. Dat is niet weinig, maar dat is ook niet heel veel. Maar als ik naar mijn kledingkast kijk, dan is het een grote zooi met veel te veel spullen. Als ik kijk naar wat er straks in de nieuwe badkamerkast moet, dan is het zoveel, denk ik, van hoe moet ik dat organiseren? Ik heb al zoveel weggedaan. We hebben, vooral ik, heb gewoon zoveel spullen. En ik probeer soort van pogingen te doen om het te organiseren. En ik heb heel erg de drang om schoon te maken. Maar dat kan dan wel op zo'n dag als vandaag. Maar ik heb zo'n last van mijn bekken. Dus ik heb net de badkamer schoongemaakt. En eigenlijk is mijn lichaam gewoon op nu. En het vind ik zo frustrerend dat ik gewoon niet kan doen wat ik wil doen door die zwangerschap. Dus ik lig nu maar even op de bank en Mert helpt me ook bij van alles, maar het is gewoon veel. We moeten gewoon allebei dingen doen. En mijn moeder komt deze week, die gaat ook nog helpen met van alles wat super fijn is, maar ik ben gewoon een beetje het overzicht kwijt. En ik voel me gewoon super overweldigd. Vandaag zeker naar de opvang. Morgen is die thuis. En dat vind ik hartstikke gezellig. Maar dat betekent gewoon dat ik niet zo heel veel kan doen. Dat er niet zoveel van komt. Oh, gaat de bel ook nog eens. Ik heb zo'n hel gezicht. Oh nee. Oké. Okay. Oh, maar het doet hem al open. Nou, dit zijn gewoon echt
derde trimester hormonen en vermoeidheid. En fuck, wat vind ik het heftig ten opzichte van mijn eerste zwangerschap. Het is echt, mijn bekkenpijn is erger en ik heb minder rust, want we hebben al een kind. Ik ben zoveel emotioneler. Er is nu niet eens een reden. Ik zeg dat ik emotioneel ben, daar moet ik gewoon om huilen. Ik hoop gewoon heel erg dat het ons lukt om zo deze dingen die nog moeten gebeuren een beetje af te ronden binnen de komende paar weken. Dat ik ook nog een paar weken, zeg maar, verlof heb waar ik gewoon even niks hoef. Waarbij ik gewoon, weet ik veel, de hele dag Sims kan spelen of whatever. Want daar ben ik eerlijk gezegd wel heel erg aan toe. We doen het natuurlijk samen, maar er zijn ook gewoon heel veel, omdat er heel veel spullen zijn van mij, zoals mijn kledingkast die een diepe zooi is, alles ligt door elkaar. Dat wil ik gewoon heel graag gefixt hebben voordat de baby er is, maar daar kan Mert me niet bij helpen, want ja, die moet ik toch zelf, die dingen zelf uitzoeken. Maar hij is echt al het klussen en sjouwen en zo op zich aan het nemen. Het komt allemaal wel goed. Ik ben vandaag gewoon even... Vandaag is het gewoon even niet goed. En ben ik even super overweldigd. Dus ik ben los van mijn zwangerschap al vaak overweldigd door het huishouden. Met een kind erbij nog meer. En nu in de zwangerschap heb ik echt geen idee hoe ik alles in godsnaam bijhoud. Ik hoop dat dit herkenbaar is. Nou, tot zover deze jankvlog. Ben ik klaar mee. Dit is een beetje de status in ons huis. Nieuwe kast voor in de badkamer waar Mert een stuk uit gaat zagen zodat hij onder de wasbak kan. Mert is heel hard bezig geweest met nieuwe kasten. Want ik weet niet of jullie het je voor kunnen halen. Maar deze wand was al helemaal kast. Alleen dat waren andere. Die staan nu hier. Dat zijn diepe kasten. En dit zijn nu weer allemaal nieuwe kasten. Ietsje minder diep. Dus er is alsnog echt veel loopruimte. Maar dit geeft ons echt lekker veel opbergruimte voor beddengoed en dingen die we nog ergens kwijt moesten. We moeten natuurlijk een kamer opgeven voor de nieuwe baby. Dus er was wat reorganisatie nodig. Maar dit is echt top. Hier wordt het steeds ietsje leger. Het gaat langzaam. Maar het gebeurt wel. Hier staat de box alvast klaar voor beneden. En mijn moeder is hier voor een paar dagen. Wat echt super fijn is. Zoals jullie konden zien had ik gisteren echt een zwaar dagje. Vandaag ging alweer een stuk beter. Die hormonen zijn gewoon echt een bitch. En ik ben gewoon heel emotioneel. En als ik moe ben en als ik pijn heb, dan is dat nog een keer 100. Ik ga nu achter mijn computer zitten, want ik ga deze vlog editen. Morgen is eigenlijk mijn werkdag. Maar morgen is mijn moeder dus hier. Gaan we aan allemaal dingen in het huis werken. Waar ik heel veel zin in heb. Dingen organiseren. Ik heb ook een groeiecho nog in het ziekenhuis. Als die groeiecho weer goed is, net zoals de vorige, dan kan ik in principe gewoon weer over naar mijn verloskundige. En dan ben ik niet meer medisch wat dat betreft. Ik heb nog wel controles met diabetesverpleegkundigen. Maar nou ja, alles ziet er best wel voorspoedig uit. Daar ben ik blij mee. Ik zei wel tegen mijn verloskundige vandaag van ja, heel eerlijk gezegd ben ik er een beetje klaar mee. Voornamelijk gewoon door de bekkenpijn. Ik heb gewoon de hele dag vanaf ochtend tot avond heb ik pijn. En dat is gewoon pittig. Ondanks de fysiotherapie, ondanks oefeningen, ondanks dat ik het rustig aan probeer te doen. Maar ik ga ook niet de hele dag stilzitten. En dat kan bovendien ook niet als je een peuter rond hebt lopen. Het is wel een beetje een overheersend gevoel. Ik ben er klaar mee. Maar ik zie het nog wel zitten hoor. Tot de uitgerekende datum. En het kan ook nog langer zijn. Maar ik zie het nog wel zitten. Maar ik ben nu wel echt aan het aftellen. Merk ik. Dus goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga deze vlog editen. Love you very much. En ik zie je heel graag bij de volgende. Bye.